Nou, even kijken. Als het goed is, moet hij nou werken. Zo. Zo. Hey, eindelijk. Even kijken. Als het goed is, moet hij nou doen. Zo, wat de... Oh. Wat? Doet hij nou? Build dated. Ja. Dat is uit. Je gaat toch niet zeggen dat dadelijk het geluid het weer niet doet, hè? Oh, nou ben ik er weer wel. Hallo. Maar dan weet ik in ieder geval dat het werkt. Nou, eindelijk, nu doet hij het wel. Nou, we hadden al cameraproblemen, geluidsproblemen. En, ja, we hebben alles alweer gehad voor vandaag. Ja, we hadden ook alweer problemen met... corona? Oh nee. Met... ja, met de livestream. Maar als het goed is, doet hij het nu in ieder geval, jongens. In ieder geval, welkom allemaal. Ja, het is een hele lange tijd geleden dat we dit gedaan hebben. Een livestream gedaan. Dat was echt... precies. Ik denk de laatste keer dat het was met Tatjana en zo. Dat ja, volgens mij wel. Was. Ja, dat was al het... zo, was 2 jaar geleden of zo. Ja, zoiets, weet ik veel. Dat was echt 2 jaar geleden, jongens. Maar, ja, dat is wel, wel 2 jaar geleden inderdaad. Ja, juist. Daarom. Dus het is echt wel weer een keertje even leuk om weer eens eventjes... misschien weer even live te gaan. Even, gewoon weer even gezellig. En zeker in deze noodsituatie op dit moment. Ja, je kan maar weinig doen. Ja, ik ga gewoon naar buiten. Ik heb er gewoon schijt aan. Ik ga gewoon naar buiten. Ik kan maar verrotten. Ik ga gewoon de bossen in. En dan ga ik gewoon toch nog proberen wat vlos op te nemen. Ja, de bos kan je natuurlijk wel teruggaan, dat kan wel. Dat kan wel, ja. Zolang er geen lockdown is en ze de hele boel plat gooien, dat je alleen maar binnen moet gaan zitten, dan kan het. Ja, precies. Ik heb nu... Hè? Kan ik doe me Skype het op mijn laptop het weer? Ja, daar heb je nou lekker veel aan. Ja. Daar hebt hij nou lekker veel van. Nou, we zijn weer met z'n drieën, want ja, er is natuurlijk... Ik ben net wel eentje voor me weg. Oh, nou, dag Joost, doei. Ja, dag. Doei. Zo. Nou, in ieder geval zijn we er weer, in ieder geval. En we waren dus met z'n tweeën, of met z'n drieën, en dan zijn we met z'n tweeën. We waren met z'n tweeën, met z'n drieën, maar dan zijn we met z'n tweeën. Maar ja, één klungel, die heeft weer geen Skype en die heeft nooit tijd. Die heeft nooit meer tijd voor ons, dus die gaat nooit meer... De ene heeft geen Skype, de ander heeft geen tijd. Ja, nou, het top, hè? Nee, hij heeft geen Skype en hij heeft geen tijd. Of dat kan ook. Want hij moet natuurlijk weer iets met een dier of zo. Juist. Ja, heel interessant. Ik zit naar een lege stoel te kijken. Echt heel interessant. Super. Hey Ramona! Nee, ik heb het niet over jou, Ramon. Oh, Ramon voelt zich eigenlijk alweer gelijk aangesproken. Die zegt, mooi. Hij moet zich gelijk weer aangesproken voelen, ja. Nee, juist. We hadden het over die andere gozer. Iets met een dier in een dierentuin of zo. Nelpaard of zo. Ja, maar daar kennen we ook al niet meer toe, hè? Dat is allemaal gesloten, hè? Nee. Helaas. Nou, dus Sander moet eigenlijk nu tijd over hebben. Nou, die niet naar de nelpaarden kan. Moet die tijd over hebben. Dan heeft die tijd over als het goed is, hè? Ja. Het is niet anders. Hoi, man. Zo. Nee. Nee, ik hoor je niet. Je staat, je hoeft niet zo te gillen hoor. Ik ben vlakbij je. Kilometer of 16, maar ik hoor je wel. En dan hoort hij ons niet, let op. Juist, hoor je ons? Gaat zo weer fout. Hello. Yeah, Mr. President. Oh nee, dan kan ik beter... Ja. Nou, informatie. Welke dag is het? Het is nou dag 2 dat we thuis zitten. Gaat toch allemaal? Ja, en morgen is dag 3. En die dag erop dag 4. En ze kunnen nog even doorgaan. Ja, ik weet het niet. Ik weet niet of dat we nog... ik weet niet. Volgende maand? Ik weet niet. Ik denk dat we volgende maand ook nog de hele maand thuis zitten. Oh, dan gaat hij weer weg. Gaat hij weer weg? Ga gewoon weg. Nou ja, kun je gewoon even wachten tot 3 april, hè? Kijken hoe het dan wordt. Kijken of het allemaal zo kunnen werken. Ik heb het gevoel dat we gewoon nog wel eventjes een tijdje thuis zitten.
Ik denk dat het, als die 3 april, dat het nog te kort is en dat we gewoon, ja. Ja, ik heb geen idee. Ik kan opeens even afwachten hoe het loopt. Dat we opgebeld worden en dat het gewoon verlengd wordt. Ja. Ik zie het niet even zo gauw 1, 2, 3 ja, ja, daar is die weer! Dat weet ik ook niet hoor, zeker. Ja, ja. Is die pleit, ja, als het goed werkt. Het is net Heintje Davids, hè? Zo is die ja. Weer weg. Ja, zo is die weer weg. Helaas, het is niet anders. Ja, ik hoor jou. Mooi. Mooi, ja, mooi hè. Ja, ja, ik jou ook. Kijk, dat is mooi om te horen. Echt, maar goed. Je klinkt nou net als die ene gozer. Je klinkt nou net als die ene gozer. Ja, die gozer die tegenwoordig nooit meer tijd heeft voor ons. Zo klinkt hij nou een beetje. Hé, hey, ga om! Nee, niet, nee, die andere. Hé, hey, Sander! Ja, met die... Oh ja, dat mag ik niet meer zeggen. Ja. Nou, Nee, doe maar niet. Doe maar niet. Doe maar niet, ja. Ik knip het er wel uit. Oh nee, dat kan natuurlijk niet. Godverdorie. Ja, dat kan life niet. Is life. Ja, la, 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 la. Ik kan het er niet uitknippen. Life is life. Ik ga naar huis. Ik heb geen idee, jongens. Ik ga het... Je bent al thuis. Oh ja. Nou, dat scheelt dan wel weer. Ik denk dat ik eens even een rummetje zo gaat inschenken, jongens. Ja, is goed. Als je dat wilt, dan moet je dat sowieso doen, hè. Als je daar trek in hebt, waarom niet? Tijd genoeg. Ja, kijk, hij heeft het natuurlijk wel weer klaar. Ja, maar ik moest al die instellingen nog even veranderen. Dus ik had er geen tijd voor. Ja, ik toch wel. Jullie kunnen gewoon lekker aanschuiven en huppakee. Het is klaar, maar ik moest nog allemaal... Ik moest mijn laptop nog pakken. Hoe kom ik in de stream? Ik niet dan. Niet. Niet. Je komt niet in de stream. Wie is dat? Ramon. Dat is Ramon. Oh. Nee. Je hebt toch nooit tijd. Ja. Je hebt toch nooit tijd. We hebben ook geen tijd. Ze hebben allemaal geen tijd meer. Niemand heeft tijd meer. Alleen wij drieën. Ja, alleen wij drieën hebben nog tijd. Ja. 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 Echt wel, zegt hij. Ik kan wel wat je wil, maar het is wel zo. Nou. Oh ja. Lekker, even roken. Kijk, ik... Ja? Ja, hij snapt hem niet. Hij snapt hem niet. Oh, Wacht, ik whatsapp het wel weer. Oh, jongens. Als ik nou al die grappen nou allemaal uit moet gaan leggen, dan ben ik alleen maar... Is dat die ene die uit... Nee, ik zeg geen plaatsnaam trouwens. Nee, is goed, jongen. Wacht, ik zet het wel in pret. Pret! Ja, we hebben trouwens een nieuwe groepsapp, hè? Pret hebben we. Ja, Pret. Ja, zo heel leuke naam. Ja, pretparken, reisjes, evenementen en wat was de thee ook alweer? Tering. Nee. Pretparken, reizen, evenementen. Tripjes. Oh ja, tripjes. Ja, tripjes. Tripjes. Tripjes was het, ja. Reizen, evenementen en tripjes. Of zoiets. Ik ben nu tevreden met mijn camera. Ja, ik heb deze camera al de hele tijd. Bij mij werkt echt perfect, jongen. Nee, maar op de livestream. Lijkt of mijn webcam als ik vertragend is. Ja, dat dacht ik al wel trouwens, maar. Ja, maar ja. Kan ik moeilijk door de lijst gillen. Oh. Dus, maar zullen we... Ik heb echt wel tijd, zeg Ramon. Ja, maar als ik nou iedereen ga lopen uitnodigen in de dingen, dan heb ik niemand meer in de chat. Ja, als je het kunt bekijken, hè. Dan wordt weer te druk op Skype. Ja, dan wil je elkaar al niet meer. Dan wordt het weer te druk, hè, allemaal, hè. Dan lult iedereen door elkaar heen. Daar heb je ook niks aan. Nee, dat is ook wel weer zo. Zo, skeleten. Zo, hallo. Het is cola met rum, hè. Het is niet gewoon... hij zit gewoon de glas leeg te drinken of dat er een hele... Of dat het gewoon alleen maar cola in zit. Zo snel. Ja, als hij dorst heeft, ja. Dan is hij zo leeg, hè. Ja. Dat is niet niks. Dat is Ramon.
Ramon, hè? Ramon, hè, van zijn abonnement, hè? Van de Efteling abonnement waar hij niet meer naartoe gaat. En ook van de Feyenoord seizoenskaart waar hij niet naartoe gaat, hè? Ja, nou. Ja, die gaat nergens meer naartoe, hè? Ook al weg. Nee, maar hij is nou weer vrijgezel, dus nou kan hij weer, hè? Nee, hij gaat nou weer naar Zoetermeer toe, hè? Dus, daar heb hij ook nou weer gezien. En daar heb hij nou ook weer een tijd voor. Want dan zit hij weer in Zoetermeer natuurlijk. Weer een happy end te halen natuurlijk. Juist. Ramonski toch, Ramonski, ja. Ja, je weet hoe het gaat, hè? Ja, ja. Je weet hoe het gaat. Het is zo, hè? Dus, ach ja. We hebben maar 2 kijkers, joh. Hoe kunnen we nou dat we maar 2 kijkers hebben? Net toen ik de lijst had, hadden we er meer. Ja, Zoetermeer. Hé, wat zeg je nou, Zoetermeer? Nee, dat gaat Ramon. Dan moeten we nou dit jaar ook... Missen. Zoetermeer. Ja. Kermis. Het was een leuke kermis vorig jaar. Ja, inderdaad. Hij was er voor mij niet bij, toch? Nee, niet. Klopt, dat was ik alleen met Joost was ik toen. Ja, Zoetermeer was echt een leuke kermis. Gewoon lekker rustig, weet je wel. Geen gezeik. Gewoon alles kunnen filmen en zo. Liepen 2 security mensen. Er liepen wel 2 security mensen. Maar ja, wat ze eigenlijk aan het doen waren, weet ik niet. Want ze hadden gewoon niks te doen. Ja. Was gewoon rondlopen, een beetje beveiligen. Ja. De eerste kermis. Het was echt relaxed, was het. De eerste kermis was toen in Rotterdam met z'n drieën. Ja, dat was mijn Koninginnedag trouwens. Of met Koningsdag is het tegenwoordig, hè? Het is tegenwoordig Koningsdag. Ja, Koningsdag. Ja, kijk maar, want... Moet je de, als Koningsdag, dat weet ik niet meer, hoor. Maar als je de video terugkijken, dan zie je dat. Een paar weken geleden had je bij Ahoy. Vorige week of die week er voor. Ja, klopt. Maar ja, die zat nou. Nee, die ging wel door. Ja, die is alweer weg. Die is nu weer weg, inderdaad. Ja. Oké, maar dan moet je zeker weer intree betalen of zo. Nee, Rihanna was er geweest. Was als een kleine kermis, was niks. Nog kleiner dan Spijkenissen, dus... Hij was kleiner dan Spijkenissen. Zo. Nog kleiner. Nou, dat kan niet. Ja, het is nog kleiner, ja. Dan heb ik gewoon niks gemist. Om dat elke keer te doen. Ja, vorig jaar natuurlijk ook Spijkenissen gedaan. Jeetje, wat een echt jongen, wat een kermis was dat, zeg. Nou, we dachten hier die in Hoek Voorland dan. 2 attracties. En een schiettent met waarempel 3 geweren. Ja, mooi, dat is het. 3 of 4 attracties. Mooi gewoon naar 11 komen, hè? Nou, toen zijn wij, toen het in Hoek Voorland niks was, toen zijn wij naar Westland geweest. Ja, klopt. Westland is de regio. Ik bedoel. Waar in de buurt. Moesten we een stukje verder rijden. Toen zei Ger. Hoe heet die oude ook alweer? Die erbij was? Ger. Ger met Ricard. Nou, ik was daar helemaal kwijt, maar oké. Ja, Ger en Ricardo, ja. Ja, er is toen nog eentje in de buurt, ja. Dat is niet toen zijn we daar naartoe gegaan. Nee, precies. Nee. Dus, zeker niet. Oh, je zus? Maar ja. Maar die was je wel zus, leuk ook. Trouwens, ja, die was zeker leuk, ja. Je zus zegt, ik zie niks. Dan gaan we weer. Alweer? Ja, dat is de oude stream. Dan zit ik even op de oude stream. Ja, is de oude stream. Nee, dat was de oude stream, was dat. Joost, die zit op de verkeerde dinges. Maar mij uit, ik vind het zo raar dat, dat ik maar 2 kijkers heb. Nee, dat is raar, ja. Hij staat toch wel open of zo? Ja, hij staat wel op openbaar, staat hij. Oh ja, nu zie ik mezelf. Ja, precies. Maar... Dus. Oh ja, nu zie ik Ramon ook. Mooi. Alles doet het werk gewoon, dus dat is geen probleem. Nou ja,
Die doet het wel in ieder geval, maar ja. Ja, joh. Nou ja, het zal misschien wel druk wezen of zo. Ik weet niet. Iedereen zit aan voor de televisie, denk ik. Ik weet niet waarom. Ja, precies. Of internet of spelletjes spelen. Ja, want mensen kennen het bij wat niet zoveel mee doen, hè. Dus ga maar spelletjes spelen of zo. Ja. Of TV kijken, films Minecraft kijken. Vooral met... Ik heb Minecraft er maar weer bij gepakt, want... Ja, moet je van houden. Dat zeg je eerlijk. Ja, Minecraft is wel leuk. Ja, Minecraft. Ja, je moet, geduld hebben, want ja. Echt, nou, dat is elk steentje, elk steentje moet je echt gewoon los, erop zetten. Dus ja, je bent echt een hele tijd bezig om iets te bouwen. Ik ben nou bijvoorbeeld die van dat hele hoge gebouw, weet je wel, waar screenshots van dat laten zien. Ja. Daar ben ik de plafond, zeg maar, de lagen. Ben ik nou aan het bouwen. Ja. Nou, okay. Ik heb net één laag af. Nou, ik heb iets van 13 verdiepingen. Dus ik ben voorlopig nog wel even bezig om al die daken of die verdiepingen, zeg maar, te bouwen. En het dak moet er nog op. Ja, daar ben je voorlopig even bezig. Dus daar ben ik voorlopig wel even mee bezig. Maar aan de andere kant, ja. Maar het is wel leuk, weet je wel. Kijk, als het klaar is, is het echt een mooi gezicht, weet je wel. En je bent er zo bezig. Kijk, als je iets hebt en je bent snel klaar ermee, dan is de lol er ook af, weet je wel. Ja, dat is zo gedaan, dat is ook niet leuk. Maar jouw scherm staat stil, Joost. Ja, dat zag ik al, maar... Ik zie dat jouw scherm stil staat. Even. Dan, Bekker. Even wachten. Dan ben ik zo terug. Even wachten, oké. Dan gaat u weer. Hoi, doe. Au, doe en bedankt, olé, olé. Ja, daar gaat hij weer. Oh, echt waar, hè? Hup, typisch Joost. Ja. Typisch Joost. Ja, dat is typisch Joost, hè? Typisch Joost. Typisch Joost. Typisch Joost. Dus. Nee, maar... Nee, maar je gewoon datum is weer bekend van de Tilburgse kermis, zie ik. Ja, als het doorgaat. Ja, van 17 juli tot 26 juli. Ja, juli. Ja, juli. Het is nou maart. Maart. Ja. April. Kijk wel dat. Is nog 3 maanden. Nog 3 maandjes. Ja. Denk wel dat het doorgaat. Hè? Denk wel dat het doorgaat, hoor. De Tilburgs kermis. Ja, het zit uit. Het moet uit opgelost moeten zijn. Juist, alles moet weer open. Alles moet weer open. Ik ben helemaal klaar mee nou. Als je naar China kijkt, dat is na 3 maanden ook opgelost. Ja, ik hoorde in Nederland dat er nou weer een heleboel doden ineens waren. Zei mijn moeder. Ja, maar China begon pas in december, hè, dus... Ja, dus ongeveer... Waar zit nog ver vandaan? China is ongeveer 3 maanden. Ja. Maar wat je zei van over die 28 graden, dat klopt niet helemaal. Nee, toch niet? Nee. Want je hebt Curaçao en Qatar of zo. Daar is het hoger dan 28 graden en daar is het ook. Oh, daar is het ook? Okay. Ja. Het is niet meer zomaar, iets hoor. Ik wil niet bang maken. De of zo, ik denk misschien door de Nee. Dat dacht ik ook, maar het schijnt toch niet zo te zijn. Ik wil niet bang maken. Maar dat doe je wel eventjes. Nee joh, maar je maakt niet bang. Nee, maar... Ik zie het vanzelf al. Nee, maar jij ook niet hoor. Maar het is wel weer iets van... Dat je na moet denken, zeg maar. Ja, je moet heel goed nadenken wat je doet. Het heeft 3 maanden geduurd, dus dan zou het hier ook, het is nu maart. 3, 4. April, mei, juni zou het dan misschien... juni opgelost zijn. Ja, ik denk misschien mei of zo. Juni. 3 maanden ongeveer. Ja, als het in december is geweest, dan moet het... 3 maanden. Nou, 5, 4. We gaan het wel zien allemaal. We gaan het allemaal wel zien, we gaan het allemaal wel meemaken. Ja. Ik vind niks hoor. Ja. Ja, nou ja, zoals ik al zei, je kan je eigenlijk wel heel erg boos erom maken, of heel erg verdrietig, of heel erg bang maken, maar
Ja, dat heeft toch genut. Je moet gewoon voorlopig maar kijken hoe het wordt en het beste ervan maken. Precies. En je kan er gewoon het beste ervan maken. Nee, en, ja, het is er gewoon eenmaal. En met, tanden was dat. Dat doe je ook na een wc-bezoek, zeg maar. Ik doe nooit. Ik doe altijd even zo. Ja, dat dacht ik al. Ja, jij bent een viesrek. Maar het is niet zo opeens dat je het nu vaak moet doen. Nee. Dat moet je gewoon elke keer doen. Nee, gewoon regelmatig. Ja, maar dat doen niet altijd, maar gewoon wel, regelmatig. Ik ga wel nu expres meer de handen wassen en zo. Ja, maar dat is alleen maar goed. Ja, maar dat moet je elke keer doen, vind ik hoor. Ja. Maar... ja. Ja, maar normaal denken mensen daar niet zo aan, maar nu is het ineens natuurlijk allemaal paniek en chaos en dan denken ze, ga ik het maar niet meer doen. Dadelijk is dat ineens weer voorbij hoor. Als die het is niet zomaar, het is niet zomaar een virus. Nou, als het dadelijk opgelost is, dan is iedereen het gelijk weer vergeten, weet je wel. Ja, dat denk ik ook. Ja. Ja, nee, het is niet zo meer vreten, maar als het voorbij is, dan komt het normale leven op gang. En dan sta ik niet zo bij stil. Nee, maar mensen, precies. Maar mensen zijn nog wel heel snel. En ze onthouden het wel. Dingen vergeten, weet je wel. Ja, klopt. Mensen zijn nog heel snel van dingen vergeten en dan denken ze, dat is nou niet meer nodig, weet je wel. Of het is gewoon, ook een beetje laks. Ja, maar... ook een beetje gewoon, ze zijn heel laks, de mensen. Ja, best wel. De mensheid is gewoon heel laks. Ja. Want je moet gewoon elke keer je handen wassen, vind ik hoor. Ja, vind ik. En afstand houden, hè? Afstand houden. Ja, afstand houden, jongens. Afstand. Afstand. Ja, bijvoorbeeld als je supermarkt bent, moet je afstand houden. Ja, dat is maar zo. Bij ons Party Plus staan strepen. Ja, klopt. Sommige winkels ook, hebben ze markering aangebracht op de grond. En het was Marco. Oh, nee, hij is nog. Ja, ik ben er nog. Hij is er nog. Maar goed, het is alleen maar om afstand te houden natuurlijk. Ik heb hem nog niet gezien in dit jet. Hij is er. Ik heb godverdorie heel Nederland. Heel Nederland gezien. Ik heb Rotterdam gezien. Ik heb Tilburg gezien. Ik heb Eindhoven gezien, ik heb Zutphen gezien. Zo jammer weer dit. Dieren heb ik gezien. En ik heb Hengelo Vrijheidspark gezien, hè. Weet je wat jammer is? Ja. Nog een maand nog eens. Weet je wat jammer is? Weet je wat zonde is? Droog brood vreten en de pindakaas op je reet smeren, dat is zonde. Droog brood vreten, dat is zonde. Hey, wat zonde is? Nou, dat het nog een pijn... Ja, maar ja, nou, nu maak ik... Dat er geen wc-papier meer is, dat is zonde. Nu is het... nu maak ik niet uit dat het maandag is, hè? Ja. Normaal wel natuurlijk, hè? Dus, bijna maandag. Hey, Joost, heb je nog brood? Ik heb die kansloze, heb ik ook nog niet gezien in de chat. Die zitten we natuurlijk weer in Hoogvliet. Kom even bellen. Wie? Ja, die kansloze. Oh nee, god, komt hij alsnog in de chat. Of in de livestream. Oh god, ja, doe het maar. Hij bel gewoon via mobiel op. Is die toch online, die halve garen? Nee, ik bel hem. Sandra. Weet je ook Sandra. Weer, Sander? Ja, het gaat over, hè? Ja, hij gaat over. Als hij opneemt, dat is ook nog wel eens een vraagje. En als hij niet opneemt, dan is hij druk bezig met iets. Ja. Ja, met heen en weer. Ja. Ja, dit is de voicemail. Ja, het neemt niet op. Helaas. De voicemail, hoor. Ja, nou dan weten we wel waar hij mee bezig is. Als je nu de Spijkenisse brug overgaat en je hoort een hoop gekreun en een hoop gehuis. Kou handen, Joost.
Nou, dan hoor je maar alleen dit, hè. Ja, dat hoor je ook, hè. Dat hoor je ook, hè. Ik kom naar huis. Is goed dat ik het weet, Ramon. Jongens, als de wc-papier op is, allemaal bij Ramon gaan zitten schijten. Want Ramon nam nog zat naar wc-papier, zegt hij net in de chat. Oh, heb ik genoeg, hamster. Nou, Ramon, ik kom zo aan. Ik kom zo even kakken bij Ramon. Vuile hamsteraar die er ben. Zo. Oh, jij bent ook zo'n vuile hamsteraar. Ja, als je zoveel passiefwezenschappen heeft. Neerschieten. Dan weet je wel genoeg. Al die hamsteraar moeten ze allemaal neerschieten. Allemaal neerknallen. Ik heb alleen bij de Little gekocht. 8 minuten geleden. Nee, 7 minuten geleden was die voor het laatst online. Ja. 7 minuten geleden was die online, die halve tamme. Zo kansloos. Nee, dat niet. Ik ben wezen hamsteren. Nou, zie je wel, daar ben je ook zo'n vuile... hamsteren. Zie je het wel? Hij is er zo'n eentje. Ik ben ook gewoon zo'n vuile hamsteraar. Achterlijke. Zo. Ja. Vuile hamsteraar. Ja. Kap eens nou met hamsteren, is genoeg. Denk aan je medemens, denk aan de anderen, je bent niet alleen. Ja, nou ja, als we hem z'n allen moeten schijten, dan gaan we gewoon in de rij staan bij winnaar bij Ramon. Ja, Ramon, dan moet we playpapier dus, maakt allemaal niet uit. Oh. Ja, ik zeg, ongelukkig kan ik bij jou poepen. Nou. Maar waarom sta je nou weer in je handen te klappen? Heb je koude handen? Ja, ik zelf ook niet. Maar goed, nou, met hamsteren zal nog een paar weken doorgaan, dus... Ik ben gelukkig niet bezig hamsteren, zegt hij. Niet ja, wat zegt hamsteren. Hij nou? Ja, dat zegt hij nu, hè? Ja, dat zegt hij nu, ja. Ja, maar wel... Hij heeft toch geen weerwoord, wel, want... Heel zijn kelder hebt hij helemaal vol met wc-papier leggen. Maar ik heb maar één pak gekocht uit de Lidl. Ja, is meer dan genoeg. De hele kruipkelder, nou, ik ken ook iemand die op de hele kruipkelder nou vol met toiletpapier, hè? Hey, Ramon! Ja, nu zegt hij van, ik zelf hou tenminste rekening met mensen. Ja, natuurlijk. Ja. Als je hele kast vol hebt staan. Ja, Sander, hij houdt ook rekening met mensen. Hij heeft toch geen weerwoord, want... Maar Ramon, weet dat nou, weet je wat het is met Sander? Kijk, Sander heeft ook geen bloemen thuis, want bloemen houden van mensen. Nou, dat is net mijn baas. Nou. Dat is net mijn baas. Nou. Je gaat toch niet zo je baas noemen, zo. Openlijk. Op nationale televisie. Maar... Nee, het is geen nationale televisie. Zo jammer weer, hè. Hij zegt voor mij weer wat. Nee, Kevin, mijn kast is niet vol. Nou, dus, Joost zijn kast ook niet meer, want die is net uit de kast gekomen, dus zijn kast is ook niet meer vol nou. Oh, zo jammer, ja. Mooi, ja. Ja, heb jij weer gemist. Maar, oh, dat is niet dat jij van die hoge kringen had, Joost, in je telefoonboek. Kringen? Nou, dat je zelfs het telefoonnummer van de president hebt. Ja, pleur op, die moet ik niet. Nee, de president. Nee, die hoef ik niet. President. Hij doet die je net gebeld hebt. Die bedoelt ja, zij. Degene die je net gebeld hebt. Even kijken, hoe noemde ik hem nou ook weer in onze appgroep? Hoe noemde ik hem nou altijd? Welke? Ja, Sander van Wippenstein. Oh ja, nee. President Sander van Wippenstein van de Nederlandse. Nederlanden. Moet wel leuk blijven. Nou! Nou, in ieder geval heeft Sander één ding gemeen. Als het land in crisis is, dan hoef je niet bij Sander aan te kloppen. Ja, Sander, ja. Nou, dat is bij Rutte ook. Bij Rutte hoef je niet aan te kloppen. Hoezo dat niet? Nou, vind je Rutte een goede president dan? Of een goede dinges dan? Premier. Thierry Baudet! Oh. Ja, hoe hij doet is best wel goed, ja. Thierry Baudet! Thierry Baudet!
Zo jongen. Nu zegt anders. Nu zeg ik. Nu zeg Kevin. Anders zou het niet beter doen. Mijn president, Thierry Baudet. Nou, ik zeg alleen mij. Daar hoef je helemaal niet mee te komen. Volgens mij word jij soms gesponsord door de partij van dinges. Van Thierry Baudet toevallig. Thierry Baudet! Zie je, hij zegt het zo vaak. Voor mij is hij gesponsord gewoon, hè? Ja, klopt. Zo, ja, maar weer. Heb je door die vent. Heb je ook helemaal niks aan. Nou, 10 keer beter dan Rutte en D66, PvdA, SP, moet ik voorgaan. Maar wanneer gaan we... Oh, trouwens, zijn de hotels open? Die zal ook, ja. Zo. Ik denk dat ook alle hotels zouden zijn. Kan niet anders. Nou, dat kennen we ook niet naar Breda. Nee, we kunnen ook niet naar de winkel naartoe. Ja, we kunnen ook niet naar die andere winkel. is ook dicht. Ja, die is ook, die is ook dicht daar zo, hè. Ja, even wachten, ik ben zo terug. Alweer? Hij moet even pissen. Die gaat ook vaak weg, jemig. Hij moet even pissen. Even pas pauzen. We zijn nu al 32 minuten onderweg en hoe vaak is Joost al weggegaan? Zijn er soms mensen die het bijgehouden hebben? Ik heb het opgepakt. Volgens mij is hij al 20 keer is die al weggegaan in die 32 minuten. Ja, zo niet. Jongen, zo jammer weer. Oh, ik weet al wat hij aan het doen is. Ja, ik heb hoor geen het idee. Al. Nou, je hoort glazen. Drie keer rijden. Ja, dat is niks. Drie keer rijden op het aan het doen is. Je hoort glazen rommelen. Nou, dat weet ik al wat je aan het doen is hoor. Even een borrel drinken. Dat zou het best eens kunnen. Weer een neuk dat in schiet. Ja, ik weet de verkeerde. Zo, maar het is wel een teringzootje van. Wat maak je er een zootje van? Rakkezooi. Oh. Ja joh, echt waar joh. Zeg jij maar weer dit. Dat bedoel ik ook, Jerry Baudet. Jongen, komt Ramon. Ja, misschien is hij wel rum aan het pakken. Joh! Ik was ook gelijk soep aan het pakken. Ja, soep. Ja. Ja, soep met een rumsmaakie. Nou, is het soep dan? Er zit gewoon rum in. Er zit gewoon rum in, kan niet anders. Er zit gewoon rum in. Tegenwoordig gebruik je niks zonder dat er rum in zit. Oh, dus rum-tomatensoep is dat. Kijk maar. Ja. Dus rum-tomatensoep is dat. Jerry Baudet. Mijn vriend. Ga daar eens op. Hij wordt echt gesponsord volgens mij. Jerry Baudet. Hoeveel geld krijg ik per keer dat jij dat zegt in de livestream? Wat zegt Jerry Baudet? Ja, want het is mijn livestream, dus je bent nou wel de helft van het geld kwijt. Juist. Oh, God. Wel goeie vriend. Oh, die hebt kassa. Nou gaan we het krijgen hoor. Wacht even. Echt wachten. Ja, dan gaat hij weer weg hoor. Weer weg. Nummer 600. Het moet niet gekker worden. Nee, dat is weer een andere uitspraak. Dat is weer een uitspraak van iemand anders. Dan gaat hij weer weg. Waarom? Worden. Zo jammer weer dit. Maar dat is jammer. Weet je wat jammer is? Weet je wat zonde is? Hij heeft hem ook gepakt. Weggooien en... God, zo pijnloos. Nee, dat is voor jou, Marco. Was het voor jou, Marco? Pak hem ook even, alsjeblieft. My fire nooit. Oh. Oh nee, nu gaat hij anders. Efteling. Efteling. Ja, ik heb hem niet opdoen, want ik zit met die dinges hier op mijn hoofd. Dus ik kan hem niet opdoen. Ja, dat is... Ik zit met die beugel om. Dan doe ik aan de achterkant. Oh. Ja. Oh ja, nog eventjes. Ja, oh ja. Ja, ik zit met die beugel om. Ja, zijn moeder ook.
Ja, bewijs dan. Hoppatee, kijk. Mijn Efteling. Nou, het is een beetje Efteling, hè? In de Efteling wordt weer geskomperd. Ah ja, puur in wit natuurlijk. Vreselijk. Ja, la. La. Hey. Ja, ik kan het er nou niet uitknippen, dus niet zeggen. Makkelijk het eruit knippen. Ja, ik sta. Dat gaat niet meer, je kan niet knippen, hè? Nee, daarom. Waar ben jij mee bezig? Terwijl je hebt een soort hoeden. Ja, maar ik heb die zwarte nog niet. Ja, ik wel. Ik heb ook. De zwarte niet. Ik heb de witte. Ik heb de witte. Heb je de witte? De witte. Ik heb de zwarte. Net als Joost, ook de zwarte. Ik ben zwart. Ik ben zwart. Ik heb de witte. Als we naar de Efteling kunnen komen, moeten we Efteling mee naartoe, toch? Juist. Ja, Efteling. De Efteling. Ja, maar weet je wat ik nou het meeste mis van de Efteling? Broodje Unox. Dat klopt. Captain Morgana. Nee, Broodje Unox. Wat zeg je? Captain Morgan? Ja, Captain Morgan. Broodje Unox. Ik vind gewoon... Oh, zit die fijn die beugel. Als die weer open gaat, dan moet ze gewoon... Fata Morgana, dat moet ze gewoon veranderen in Captain Morgana. Maar Captain Joost. Als ode voor Joost. Captain Joost. Hou maar gewoon bij Fata Morgana. Zie je, kijk, ik heb het weer over Captain Morgan. En hij zei gelijk, hij is geen gelijk. Hé, dat is trouwens de verkeerde. Hé, dat is Bacardi ook hard. Dat kan niet. Ja. Dat is een verkeerde. Je moet wel een goede pakken, hè. Je moet wel de goede pakken. Ik ga het eventjes eerst reclame maken, want iedereen die is er niet. Iedereen is weg. Ik heb die zwarte hoed ook nog steeds. Okay. De zwarte hoed. Ik heb de rode hoed. Nee, je hebt de witte. Hij snapt hem niet. Hoef ook niet. Je me weer niet snapt, hè? Hij snapt nou. Me weer niet, hè? Nee, hij klopt. Hij snapt ze mij weer niet. Hij snapt ze niet. Heel Nederland gezien. Heel Nederland. Ik heb Rotterdam gezien. Nog twee weken wachten op Deftig. Ik heb de kooi steken. Ja, we zijn weer over. Ik heb de Strasshoek gezien. Ik heb de Vesting gezien. Heb je de beste? Ik heb... Die doen ze elke keer, daar word je gek van. Ik heb de Kooistee ook. Ik heb Hengelo Vrijheidspark gezien. Ik heb Kikkersploem gezien. Elke dag. Ja, maar ik heb dit op zelden neer. Ik heb dit gezien, ik heb dat gezien, ik heb zus gezien. Ik heb Kikkersploem gezien. De Kikkersploem? Ja, Kikkersploem. Dat Ja. Oh, is voor mij ook handig, hè? Nee, dat is niet voor mij handig, hè? Waarom doet hij die euro nou niet, waarom pakt hij die euro nou niet? Nou, laat maar zitten ook eigenlijk. Ik heb elkaar maar gezien erin. Ja, laat maar zitten. Laat maar goed, laat maar zitten. Dat hoeven wij ook niet. Ik doe toch deze eraf halen en dan doe ik een best-of ervan maken. De hoogtepunten van deze livestream. Nou, dat zal niet zoveel zijn, denk ik. Nou, dat zal er een hoop zijn, zeg. Zo, nogal. Wow. Ja, maar even wat anders. Maar ja, we doen het niet voor een ander, we doen het voor onszelf. Ja, precies, dat is ook zo. Dat is ook zo. Ja. Gezellig, toch? Ja, dat klopt. Gezellig, toch? Gezellig. Ik heb het wel in de groepsapp gezet. Voor de groepsapp. Oké, okay, ja, is goed. Nou, over. Vier kijkers hebben we op dit moment. Weet hè? Ja. Moet je blazen. Ja, dat kwam ook achter. Ja, joh. Ja, dat hoef ik jou niet te vertellen dat je moet blazen, hè? Ja. Ik zeg liever. Ja, oké. Okay. Ja, dat klopt. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, dat hebben we ook weer gehad voor vandaag. Ja, nou, heb je gelijk. Ja, je bedoelt waar je goed in bent. Daar is Joost hartstikke goed in, zegt hij zelf. Ja. Bas, voor mij nou, ik zeg Bas. Joost van zeugtechniek. Zeugtechniek. BV. 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 Ah, oh, dat zou. Joost zeugtechniek BV.
Voor een zaak, groot of klein, moet je bij Joost zijn. Joost zijn! Zo jammer weer dit. Gaat weer naast, maar goed. jullie vertellen lekker veel bij de andere dingen en zo. Ja, kom eens met nieuws dan. Nou, kom eens met wat nieuws. Waar zou Sander zijn? Dat denk je in het begin ook al, maar Marco ging gelijk weer doen, dus ja. Nou, ga je gang. Kevin. Neem je tijd. Wall of Fame. My Wall of Fame. Nou, hallo kijkers. Ja, leuk dat je kijkt. En ja, alles is dicht. Dus nou moeten we wel met dit doen. Ja, in de livestream. Ja. Oké. Okay. Janus. En mijn brilzak af. En we kunnen misschien wel... En mijn broekzak af. En mijn broekzak af. Ik ging echt helemaal stuk op dat laatste stukje van jou, hè. Ik moest zo verschrikkelijk lachen weer. Nee, maar ik dacht echt dat je zei van mijn broekzak af. Nee. Dat is anders een ding. Ik zei heel wat anders. Ik zei dat mijn bril afzakte. En toen zei ik daarna, doei. Maar bril en... Dat zei je ook zo nuchter, dat ik echt... Ik kwam niet meer bij toen ik dat zag. Ja, maar bril en broek lijken op elkaar, maar... maar ik denk dat je het ding hoort die niet worden. Ik dacht gelijk aan Sander. Het verschil tussen een bril en een broek is heel wat anders. Ja, dat is bijna... klinkt het bijna hetzelfde, maar het is niet hetzelfde. Nee. Ook al klinkt het wel hetzelfde. Ja. Ik zei bril en geen broek. Daar moet ik ook weer aan Sander overlaten. Ja, het broek is van Sander natuurlijk. Ja, maar dat is alleen in de Efteling, hè? Juist. Ja, bij dingen. Bij de monorail. Vlakbij de monorail moet je bij Sander. Ik ken de draaimolen, hè. heb ik heel mijn haar netjes weer zitten doen en zo. En nou doe ik toch geen zin. Nou is heel mijn haar weer naar de klote. Dat staat niet goed bij jou, dus dat maakt helemaal niet uit. Ja. Zo weet je wat jammer... Oh nee. Weer is. Weet je wat is? Normaal zei van, weet je wat jammer is? Dat het geen maandag is, maar... Nee, dat maakt nou niet meer uit, want dat maakt nou niet meer uit. Dat kan je misschien over 2 weken pas weer zeggen. Ja. Op de 6e, als het goed is, als het kan. Ja. Ik kan het wel zeggen, bijna maandag. Minimaal. Nu even niet, we hebben 2 weken vakantie. Dat kan trouwens niet, want we hebben net overlegd dat het 3 maanden zou duren, die corona. Ja. Nee, dat was de meningen. Dat waren meningen. Dat waren de meningen. Nou, de meningen over de Efteling. Nou, die mis ik wel. Ja. Ik zit alleen maar Efteling vlogs te kijken, dus... Ik mis mijn broodje Unox, ja. Ik mis wat anders. Oké, dat kan. Jij mis... Ja. Ik mis... Hoe heet dat? WC-papier mis ik. WC-papier en de gastendoekjes, de blender, de keukenrol, alles is weg. Alles! Alles is weg, alles is dicht. Ja, Gert, alles is op. Alles is weg. Ja, dat zei Samson en Gert ook. Alles is op, alles is weg. Mama Gertje! Dat is toch wel een probleem, hè? Nee, Samson, een probleem. Oh, dat bedoel ik, Gertje. Mama. Mama Gertje! Zo, wat een gillen hier ook. Op, alles is op. Ja, dat zei hij toen, ja, klopt. Hé, hey, waar is de limonade? Op, alles is op. Waar is de wc-papier? Op, alles is op. Ja, dat moeten we ook in een vlog doen. Ja, dan gaan we een keertje opnemen. Alles is op. In de Efteling gaan we dat opnemen. Ja. Nee, dat moeten we nu doen. Gewoon in de supermarkt. Kun je het schelen, maar gewoon filmen. En dan op als eronder zetten. Maar je mag niet filmen in de supermarkt. Ja, dat boeit me niet. Oké, ga ik filmen. Lekker belangrijk. Oké, is goed. Ga jij het filmen? En dan gaan we
Welke nogheid? Godverdomme. Maar wat? Zo godverdomme is het nogheid. Godverdomme. Joost, welke... blijven blazen. Wat er ook gebeurt, blijven blazen. Al krijg ik corona, blijven blazen. Nou, dat heb ik al. Al krijg ik corona, blijven blazen. Dat heb ik al. Dat heb ik al doorgegeven. Oh, op mijn werk. Doorgegeven dan? Ja. Aan Marcel, aan... Ramon, aan... Nee, dat klopt niet, want ik heb van de week tegen jou gezegd... dat komt door dat broodje wat je op hebt. Dat broodje ja. Dunner. Zo, dat was wel lekker trouwens. Hij heeft gewoon weer een broodje dunner zitten eten hoor. Hij heeft gewoon weer een broodje dunner zitten eten in de paaspijp hoor. Staat hij in zijn klauwen. Dat was wel lekker trouwens. Ja, in de vooral als het in de baasse tijd ja, is. Ja, dat zou lekker zijn zo. Lekker broodje dunner eten in de baasse tijd. Even een broodje halen. Hé, hey, daar kom ik. Ja, hallo. Even lekker broodje halen. Alles is op. Alles is op. Alles op. Ja, en niet niks als het is, hè, Ramon. Ja, oh, ja, dat is het enige wat Ramon zegt. Dat is niet niks. Ah. Ja, dat zou je zeggen als hij de president was, hè, ja, en op TV verscheen. Dat is niet niks, hè. Ja. En mooi dat het is. Echt waar, jongen. Heel Nederland die rapper. Waar, nou, ik had het natuurlijk, had ik het vanmiddag over Sander. Nee, wat denk je als Ramon de president was? Ja, en dat is niet niks. Overal corona en zo. Ja. En, Goedenavond mensen, dat is niet niks, hè? Dat is mooi, hè? Ja, krijg je dat soort dingen. Ja, het kan wel ik heb die, zijn, wat doet? Oh, nee, weet je wat hij ook zegt? Ik heb die zwarte hoed ook. Nog steeds. En ik ben niet autistisch, want ik heb het gevraagd. En ik ben niet autistisch. Dat zegt hij ook. En hij zegt ook altijd van, waarom moet je nou bij mij hebben? Kan je hem niet een keer een andere naam noemen? Ja, ik kan eens een keer een andere naam noemen. Oh, je bedoelt die autist? Nee, maar... Stel nou... Is, oh ja, waar een wil is een weg. Waar een wil is een weg. Ja, die oh, ja. Waar een wil is een weg. Maar... Zijn, ja. Even vragen, ja. Je hebt het over die autist. Nou! Zo jammer weer, Ramon. Zo weer je Joost. Zo jammer. Oh nee, dat kan natuurlijk niet. Het is live. Daarom zeg ik het ook. Oh! Ja, eigenlijk. Zie je, kijk. Voor straf zeg gelijk je binnen je webcam die gaat... Dat noemen ze karma. Dat noemen ze karma. Karma. Ja. Nee, dat was iemand die van die vorige week in het ziekenhuis lag. Dat was karma. Nou, ja. Ja, klopt. Ja. Ik zat even te denken... Ik zat even te denken, nou oké. Ja, wat zou je aan te denken? Dan moet je aan een paard overlaten. Die brand het los, brand los. Waar zat je aan te denken? Waar zat je aan te denken dan? Nou weet ik het niet meer. Hij weet het. Ik zat te denken. Hij weet het. Ja, nou weet ik het niet meer, hè. Dat is niet niks. Ah. Ramon, van de autistenvereniging. Is er, weet nou, is er... corona, mijn telefoon speelt ring af. Oh. Maar ja, dat is ook lekker, dat is heel goed genederlands. Ja, ik snap ook ontzettend gelijk goed wat je bedoelt, Ricardo, dankjewel. Nee, maar stel nou, er is nu corona. Ja, dat klopt. Er is nu corona. Je zit voor de televisie te wachten op de, hè? Wat de president gaat zeggen, en dan zegt de president, ja, dat is niet niks. Het kan maar op zijn goede kantje zijn, hè. Beter iets dan niets, hè. Hey, Ramon. Dan zet ik hem op een andere zender. Ja. Nee, maar dat heb je als je Ramon president maakt. Ja. Dan krijg je dat, hè. Dan krijg je, ja, dat is niet niks, dan heb je niks. Dan heb je niks aan. Je hebt daar niks aan. Dan zegt hij, corona. Ja, je kan maar niets hebben dan niets, hè. Ja, oké, ben dat ik nou zat. Ik had hem al na 10 minuten afgedaan, want ik was hem alleen maar zat. Dat ding, dat kon altijd op mijn kop zeggen, Jezus Christus. Ja. Ik heb natuurlijk niet zo dat de band op mijn koptelefoon zit, maar fijn. Dat is vervelend. Zo, we beter weer. Hersens krijgen weer lucht. Ja, er is weer een verstoppertje aan het spelen.
Ik ben het zat. Als je het zat. Nou, oké. Okay. Moet... Jongens, dit was de livestream. Nou, dankjewel voor het kijken. Oh. Ja, ik denk, nou. Als het zat, ik denk, nou dan, nou, dan stoppen we er maar weer mee, hè, met de livestream, hè. Hoe lang hebben we? Oh, ja. Oh, we zijn al 51 minuten aan het streamen. Is bloem. Ja, nou, het hoogste tijd om even een glaasje rum in te schenken. Alweer, hè? Hé, hey, alweer, zijn vanaf gaan. Ik zit alleen kijken. Met cola hier, hoor. Ik heb helemaal geen rum. Oh. Oh. Oh, waarom willen ze er weg, hè? Ja, oh. Ja, ja, waarom willen ze er weg? Nou, Ramon, schrijf het even allemaal op papier. Ja, schrijf al, of je, dan, al je zin dan op. Dan kijken we er even na, dan doen we er niks mee. Ja. Maar dan kijken we er even na. Ik kijk er alleen naar. Maar voor de rest mooie... gaan we er niks mee doen. Nee. Misschien kunnen we er een toespraak van maken, maar ik denk niet dat het... Of nou, kunnen we onze retro vegen, en ook. Nou ja, we hebben wel weer extra papier. Doe het maar even aan die 300 keukenrollen die in je kruipkelder heb. Kunnen wij de kruipkelder... nou kunnen we die dingen meenemen. Hebben wij weer extra papier. Ik ken echt niet meer. Ik ga rum schenken, want ik word er helemaal ziek van. Nou, doe het dan. Zijn we morgen vrij, zondag vrij, maandag vrij, dinsdag vrij, woensdag vrij, donderdag vrij, vrijdag vrij. Hey, kijk nou eens. Ramon, hè? Moet je nou tot de autisten, hè? Kijken wat ik nou weer heb. Nou, wat heb je dan? Moet je opletten, hè? Wacht even, Ria. Oh, ik zie ineens een groot ding. Ja. Ik zie ineens een groot ding in beeld. Wacht even op, sodemieke. Op, alles is op. Op. Kijk, ik moet eerst even deze opmaken. Ik heb de Joost. Karaoke. Ja. Hij gaat aan de karaoke. Hé, nou is het ineens Captain Karaoke geworden. Maar, als die leeg is, dan heb ik... Hey, ja, die was in de aanbinding. Ben gewoon... Ja, mooi, ja. Dat is niet niks. Ik ben er geen reet aan. Maar nou, ik zei Ramon, hè, van autisten, hè. Nee, klopt niet, Joost. Nee, Ramon. Nee, klopt niet, hè. Klopt niet, hè. Ramon, nee, dat klopt niet, hè. Dat is allemaal gelogen, hè. Ik heb het aan mijn vader gevraagd, het is niet zo, hè. Ik heb het speciaal even gevraagd, hè. Waar moet je nou altijd mij hebben? Schijn nou eens een keer, kun jij niet eens een keer een andere naam noemen? Ja, okay. Op, jongens. Alles is op. Nee, ja, hij is niet op. Kijk, ik heb hem net bijgevuld. Nou, helaas. Alles, het is toch. Ja, dat zeg ik van oude autist. Nou! Nou, de koelkast nou helemaal lopen. Even de koelkast dicht doen. Laat de koelkast nee, Ramon. Weet ik veel waarom je koelkast zo bestaat? Ramon, hè? Ja, dan zegt er eentje van oude autist. Ramon, hè, van de oude autist, hè? Joost. Ja. Ramon, hè, van de oude autist, hè? Nou, nou hebben we eigenlijk een paar kijkers en dan jaag jij ze allemaal weg. Door ze uit te schelden. Vind ik wel weer een beetje jammer. Ja, dat is leuk pas wel denken wat ze te gaan met te kijken. Stel drie debielen, hè? Ik zeg niks, ik zeg alleen dat het, ja. Moet je zelf maar instellen. Zo jammer, hè. Zo jammer, joh. Zo jammer. Ja, en toen stond niks aan het doen. Leeg. Ja, kom. En nu weer goed? Wat zeg je nou? Stond zijn beeldscherm leeg? Wat? Stond zijn beeldscherm leeg? Ik bedoel, toen stond zijn beeldscherm leeg. Hoe ik daar nou ineens weer bij kom, weet ik ook niet, maar... Zie je me? Hallo! Ik weet niet, maar volgens mij is de verbinding verbroken. Ik zie Joost niet meer. Zie jij Joost nog? Ik zie Joost helemaal niet meer, joh. Ja, ik zie hem. Ik zie hem nog. Klootzak, dan moet je meelullen. Godverdomme. Oh ja, ik zie hem niet. Maar is Joost eigenlijk? Oké, lul mee. Waar is... Ja. Erg leuk. Waar is Joost? Joost. 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 Joost.
Ben je nou blij? Mooi. Joost is anders geaard. Oh. Zeg dat dan hardop? Ja, dat zeg ik hardop. Heeft Jan. Ik zal het eruit knippen. Ja, ja. Ja, ja, zegt hij. Ja, ja. Op, op, alles is zo. Zie je, kijk. Je hebt nou één keer gezegd dat het een oude autist is en hij komt gelijk niet meer. Hij is er gelijk niet meer. Ah, waarom zeg dat het niet zo was? Ik wou dat het niet zo was. Ja, zeg me dat het niet zo is. Niet zo is! Zeg me dat het dat niet zo is. Zeg me dat het niet grote. Waar is. Alles is op, op, op. Nou, we gaan zondag gaan we bij de Maaswijk gaan we dat opnemen. Maar dat heb ik al gehad. Op, op, alles is op. Jij zegt toch van dat we. Ik ga dat filmen dan. Ja. Ja, ja. Zegt hij. Ja, zegt hij. Zeker weten. Op, op, alles is op. Nee, jij zegt van, ja, dat gaan we dan opnemen. Ik denk, nou, dat is leuk. Ja, ja tuurlijk. Maar, tuurlijk is het leuk. Ja, ik wist niet dat je naar de Maaswijk gaat. Nou, waar wil je de kans opnemen? Elke supermarkt is leeg, dus dat maakt het helemaal niet uit. Ja. Nou, bij mij om de hoek is dichterbij. Nee, dat is voor mij weer verder weg. Pleur op. Ja, precies. Godverdomme, weer zicht. Ja, hallo. Hoe godverdomme. Jij hebt vandaag. Jij hebt een auto. Hallo, jij hebt een auto. Ja, nou, jij hebt een scooter. Ja, dus. Weet je hoeveel benzine dat kost voor mij? Nee, die auto dat kost zeker niks, zeker. Nee, voor mij niks. Voor mij wel. Oh, nee, nee, voor mij ook niet. Ik zeg gewoon dat Kevin rijdt. Ja. Ik laat gewoon Kevin daarom rijden, kost me ook niks. Ja. Ja, ga jij lekker betalen dan? Ga jij het lekker betalen dan? Nee, op, op, alles is erop. Nou, we zijn koekjes dan. Op, op, alles. Wat gaat daar moeten over? Ik heb geen idee. Hey, waar is de. Oh, oh, nee, dat kan ik beter niet zeggen. Waar wil ik wat zeggen? Ik wil wat zeggen. Wat? Nee, die plek in Breda? Dat zeg ik maar even niet, hè? Wat? Hè? Oh. Hé, hey, wat? Er zit er eentje, er zit een of andere kansloze, die zit met zijn middelvinger. Hallo, het is geen GTA hoor. Hé, hey, Joost, we zijn live, hè? Wel onthouden, we zijn live. Ja, ja dus. Beetje inbrengen, ja. Even optieven, ja. Ik loop niet met mijn ding te spelen. Hé, hey, wat zeg je nou? Met je William niet spelen? Oh, de kansloze. Nee, dat kan niet, dat is zonder rol, hè. Zie je, maar kijk, Ramon is gelijk weg, hè. Hebben we eigenlijk Ramonski in de chat. Dag, Ramon. Hup, gelijk Ramon weg. Is je weg? Ja, helaas. Helaas. Is dat. Nou, dat vind ik wel jammer, hoor, Jim. Nou, Ria, dat vind ik niet helemaal. Nou, Ria, dat vind ik niet normaal, hoor. Schrijf er nou eens mee uit. Juist. Oh. Hey. Oh, hey. Dag. Hoi. Hey, en leuk dat je. Hey, leuk dat je kijkt. Nee, hè. En leuk dat je keek. Oh, jongens. Maar twee kijkers. We zijn alle kijkers gebleven. Iedereen is weg. Ook al weg. Voor mij alles is weg. Volgende keer moeten we alles weg, weg. Alles is weg. Promoten, jongens. Voor mij moeten we het volgende keer moeten we het gewoon eerder promoten. Ja, maar ja, dat wel natuurlijk. Ja. Het was eigenlijk het laatste moment dat. Potverdorie, iedereen. Ja, want mensen die dit nog zijn, hebben jullie een vraag of zo? Stel hem in de reactie. Ja, precies. Ja, maar er zijn er nog maar drie. En voor mij zijn wij er drieën dat, maar dat maakt niet uit. Nee hoor. Ik kijk niet.
Oh, kijk jij niet. Ja, ik kijk wel. Ik kijk niet, ik antwoord alleen. Ja, en je camera staat weer stil. Jeetje, wat heb jij voor een Bart Smit webcam, joh? Jonge. Ik zit op de webcam van mijn laptop. Oké. Wat een Bart Smit laptop, joh. Ja. Bart Smit, okay. Doei. Doei, Pet. Doei. Tot ziens. Doei. Ja, heb je iemand nog een vraag? Dan gaan we nog even Q&A doen. Nou, Joost is ook al weg. Joost is ook al weg. Nou, zeg. Hele leuke livestream. Nou, jongens, de groetjes van deze kant, dan ga ik hem ook maar neerleggen. Ja, precies. Ja. Nou, iedereen is weg. Lang genoeg gedaan. Nou, jongens, weg, weg. Iedereen is weg. En volgende keer zullen we, volgende keer gaan we wel eventjes wat meer aankondigen en zo. Ja, en een beetje organiseren. Ik hoor, jongens, potverdorie, zeg jij. Ik had er wel wat meer van verwacht. Maar in ieder geval, ja, het was wel weer even gezellig, Jim. We willen een beetje alles beter organiseren, hè? En een lijst maken waar we het over kunnen hebben. Ja, en geen problemen hebben met je camera en zo. Juist, precies. Ja. Zo is dat. Maar dat komt goed. Hè? Komt goed, toch? Komt goed. Nou, jongens, bedankt allemaal voor het kijken. Hier, nou, er weer drie. Nou, we gaan weer drie kijkers. Maar waarom is Joost nou ineens weer weggegaan? Nou, ik heb geen idee waarom hij weggegaan is. Ook geen idee van, maar ik weet niet wat hij allemaal aan het doen is, maar... het is weer zo jammer dit, hè. Het is weer zo jammer dit. Ja, het is niet anders. Ja, helaas. Nou ja, we hebben in ieder geval weer even een uurtje hebben we even gestreamd. Dus ja. Iedereen, thanks for watching. Blijf geabonneerd. Ja, bedankt voor het kijken. Eventjes. Ja, bedankt voor het kijken. Abonneer even als je dat nog niet gedaan hebt. En abonneer ook even op Typisch Joost en op Kevvlogs 22. Ja. En volgende als je keer geabonneerd bent, moet je even het duimpje omhoog doen. Voor de video's, ook voor deze livestream eventjes. En even het belletje even aanklikken, want dat is heel belangrijk. Want dan krijg je notificaties als we live zijn of een nieuwe video geüpload hebben. Nou, Kevin. En de volgende keer gaan we het beter. Ja, de volgende keer gaan we het beter organiseren. Ja, dat was gewoon weer eventjes. Hallo, het is ook weer 2 jaar geleden, hè? Dus. Ja, precies. Het is ook weer even 2 jaar geleden. Zeg ik dus, een beetje. Ja. Het mag ook wel weer even een keertje. Nou, even goed organiseren. Iedereen de groeten. En ik zou zeggen tot de volgende livestream. Bye bye. Zwaai. Hoi. Doei, punt. Doei, punt.